Ja, wij vechten en we zijn dus voor dieren, mensen en milieu en planeet dus. En wij willen alles respecteren. Dus dat dieren niet meer uitgebuit worden. Ja, maar we willen allemaal natuurlijk dieren respecteren. Ja. 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 Ik ben een heel grote dierliefhebber. Ja. Maar af en toe een stik vind ik ook heel lekker. Ja, ja. Allee, sorry, maar niet kwaad worden. Hè. Maar, waarom zou ik kwaad worden? Nee, I know. Ja, top. Maar ik wil, ja. is dan uw bedoeling om iedereen vegetariër te maken? Wil je daar naartoe? Ja, ik denk dat we daar ook naartoe gaan. Automatisch. Stijn Breurs en andere mensen hebben het ook al in de media gezegd. En, omdat het ook... Ja, dus vleesindustrie is heel slecht voor het milieu. Ja. Mm-hmm. En we hebben ook nu ook heel veel studies klaar liggen die ook aantonen dat het heel slecht is voor de gezondheid. Dus ja, het moet verminderen. Natuurlijk kan men niet vegetarisch worden of mensen verplichten om morgen vegetarisch of veganistisch te worden. Mm-hmm. Maar wel meer bewust hun aankopen doen. Ja. En alles wat industrieel is, daar zijn we wel tegen. Ja, 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 ja. Die bewustwording bij de mensen wil u veranderen dan? Ja, ja. Ja, maar hoe ver gaat u daar zelf in eigenlijk, in uw liefde voor dieren? Durft u als u last heeft van een mug, wat doet u dan? Ja, nu doe ik daar niks meer aan. Ik heb vroeger al van die producten gebruikt. Want ik at vroeger ook wel vlees. Mm-hmm. Nee, dat niet. Wat doe jij aan? Ja, ik geef die een map. Ligt 's nachts wanneer ik in je bed, dat is verschrikkelijk. Dat is toch een ramp? Dat is toch een ramp? Ja. Vind je dat niet? Ja. 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 Dus wat doe jij daarmee? En dat jeugd. En dat is die toch dood. Ja. Voilà. Maar ik denk dat... dierwelzijn versterken in de politiek, dat natuurlijk over iets totaal anders gaat dan over muggen die we hanteren, uiteraard. Voor ons gaat het erom dat alle politieke partijen dierwelzijn echt belangrijk vinden. Heel veel mensen vinden dierwelzijn belangrijk, en hoe langer, hoe meer mensen. Dus ik denk dat politieke partijen ook moeten beseffen dat om alle goede redenen dierenwelzijn ook stemmen betekent. Hè. Ja. Dus kiezers laten hun kiesgedrag meer en meer afhangen van de politieke standpunten van een partij over dierenwelzijn. Wil een partij al dan niet meer dierenwelzijn en dus minder dierleed? Of steunt een partij, laten we zeggen, al die praktijken die teren op dierenuitbuiting? Ja. Maar Michel, als je als politicus inderdaad dingen kunt beslissen en veranderen, waarom stap je zelf niet in de politiek? Of waarom sluit je niet aan bij dieren-animaal? Wel, zoals ik ga je wacht wat af. Hè. Ik bedoel, ja, men zegt vaak... Want dierenpolitiek, moet ik zeggen, partijpolitiek, dat is een métier. Hmm. Ik bedoel, dat is echt niet weggelegd voor iedereen. Hmm. Dat is dus niet zo evident. Ik bedoel, politieke partij, om daarmee te beginnen, dat is dus niet niks. Hè. Ja. Er zijn heel veel politieke partijen gekomen. Er zijn er nog meer gegaan, bij wijze van spreken. Dat dooft dan als een kaartenhuisje in elkaar. Dus dat is allemaal niet zo evident. Maar nogmaals, wensen... De dieranimale veel succes, zonder enige twijfel. Ik ga nooit in politiek stappen. En waarom niet? Omdat wij invloed nu al hebben op de politiek. Ja, ja. Dankzij ons zijn er 3 ministers van dierenwelzijn. Behoort dierenwelzijn niet langer tot landbouw, om alle goede redenen. Want voor landbouw gaat het om landbouw-economische praktijk. Het gaat om geldgewin. En dieren komen daar op het allerlaatste... Op het allerlaatste vlak, op het allerlaatste sport, op het allerlaatste treden van de ladder.